paus die had een jaar aangekondigd van het religieuze leven. En toen hebben wij gezegd als uitgevers en als Brabantse abdijen, hebben wij gezegd, dan moeten we ook een boek erbij uitgeven. Peter, welkom hier in deze mooie ruimte van de abdij van Perne, waar wij samen wonen met andere medemoeders. En jij hebt één artikel hierin geschreven. En het is een heftig onderwerp. Het gaat over geheelonthouding bijvoorbeeld. Het gaat over, is er gemis? Je hebt er hele mooie dingen over gezegd. En als je nou terugkijkt op wat je toen gezegd hebt, is jouw mening erover, is jouw visie erover nog steeds hetzelfde? Ik herken mij helemaal in wat ik toen spontaan verteld heb. Ik denk dat heel essentieel is dat je daartoe van binnenuit geroepen wordt. Ik zie eigenlijk iedere roeping, die wordt niet op je gelegd, maar die moet eigenlijk, hoort eigenlijk van binnenuit geboren te worden. Ik zeg ook heel duidelijk, en dat voel ik heel diep in mij, we zijn heel gelijkwaardig aan elkaar als mensen, heel gelijkwaardig. En dat ik nou toevallig het leven gekozen heb, dat ik gekozen heb, heeft alles te maken met een eigenschap in mij, dat ik, zoals ik dat zelf aan mij zeg ook, heel duidelijk religieuze snaren heb. Het hoofdstuk gaat over celibatair leven of het leven met anderen hier in de gemeenschap, of dat je ook helpt daarin en of het ook een meerwaarde is. Dat heeft zeker een meerwaarde, namelijk als groepje van Norbertijnen zijn wij samen gegroepeerd rond de Blijde Boodschap. De blijmakende boodschap. Dat is onze gezamenlijke blikrichting. En hoe verschillend we ook zijn, je kent mij al, hè? Je kent mij al wat, dat juist de verscheidenheid van ons heel moeilijk is. We hebben best een moeilijk leven, vind ik. In de verscheidenheid en een moeilijk leven in onze opdracht om elkaar in het anders zijn niet alleen te respecteren, maar ook te bevorderen. Dat vind ik, dat heb ik geleerd als de doelstelling van het religieus leven. Hiermee hebben wij ook een profetisch teken in de maatschappij. Maar kijk, dat celibaat, dus dat kun je alleen, denk ik, realiseren als je, daar ben ik zo van overtuigd, een hele gezonde seksualiteit hebt. Ik ben ervan overtuigd dat ook veel religieuze, maar ook priesters, religieus of priester geworden zijn vanwege een vraag van buiten of een druk van buiten of een bemoediging van buiten en veel te weinig vanuit het eigen innerlijk. Wat bindt, is onze gelijke blikrichting naar het evangelie, naar de blijde boodschap. Daar richten wij ons dagelijks op. Dat doen we individueel en samen. En dat brengt ons, en dat is heel zeker waar, we maken ons daarmee gemakkelijk, dat wij trouw zijn aan het kijken naar de persoon van Jezus. Dagelijks doen wij dat. En daarbinnen is voor mij het sacramentele leven ook heel erg belangrijk. De persoonlijke ontmoeting met de persoonlijke opgestane verrezen Heer. Dat is voor mij het sacrament.
En binnen het sacrament, of ik dat nou zelf mag ontvangen of mag toedienen, beleef ik zelf heel sterk dat ik mijzelf, maar mensen met wie ik in contact mag zijn, dat ik die ook inderdaad breng in een hele levendige en een hele bijzondere ontmoeting met de Heer zelf.